De belangengroep Paddyverbouwers Nikeri heeft vandaag een brief ingediend bij districtscommissaris Sindrita Gobardan van Nikeri met hun bevindingen over registratielijsten voor ingezaaide arealen paddy. Dit bevestigt de burgermoeder in een gesprek met de nieuwsdienst. Ze stelt dat er onderhandelingen plaatsvinden zoals eerder was aangekondigd door de president. Na de besprekingen kwamen protesten over een tegemoetkoming die de boeren hadden gevraagd aan de staat. De vandaag overhandigde brief zal binnenkort worden doorgeleid naar het staatshoofd, zodat hij op de hoogte is van de ontwikkelingen. De redactie verneemt dat de boeren wat ongeregeldheden hebben geconstateerd bij de registratie en invoer van data van ingezaaide arealen paddy.